Sorry meneer. Nou, gaan we naar binnen dan. Huh? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sergio en zoals je ziet zit ik hier alleen tussen de bloemetjes. Want Renée is nog op de werk, maar de allerlaatste dag voor de zwangerschapsverlof. Dus je ziet, hij heeft heel veel bloemetjes gehad van de collega's en manager. Super lief, heel veel steunbetuigingen en liefde voor de zwangerschap en de bevalling natuurlijk. Nu zit ze dus in het laatste maandje, dus nog 4 weken ongeveer. En dit is meestal de tijd dat er van die zwangerschapsshoots worden gedaan. Nu zijn we daar gewoon niet naartoe gekomen. En denkt Renée eigenlijk dat het niet meer gaat gebeuren. Nu heb ik dus een verrassing voor haar. Want ik had het idee om, want we hebben in de slaapkamer van dat mooie behang, om daar gewoon zelf een shoot te gaan doen. Dus ik ga zo meteen het bed opzij zetten. En ik heb wat attributen. Nou, we hebben wat instrumenten. We hebben een tof dekentje. Hoe en precies weet ik nog niet. Maar ik ga het bed opzij schuiven, die muur vrijmaken. En zorgen dat ze daar gewoon met een paar mooie posities en met een deken en met nou, wat we dan ook kunnen vinden. Gewoon een paar hele mooie foto's kunnen gaan maken. Ik denk dat het wel moet lukken. Even kijken, het is volgens mij 3 uur. Renée komt over een paar uurtjes thuis. Ja, ik ga maar rustig aan beginnen met de slaapkamer. Want ik weet helemaal niet of ik het bed eigenlijk wel kan draaien. Want het is een vrij groot bed. Maar we gaan het gewoon proberen. Die wil een zwangerschapsshoot. En dan krijgt ze een zwangerschapsshoot. Zwangerschapsshoot. Ik kan daar nog van alles bij zetten. Andere kussentjes als ze wil. Maar dit is even een selectie die ik heb gemaakt. Ja, nu is het even afwachten. Nog een uurtje wachten, dan is Renée klaar. In de tussentijd ga ik nog heel eventjes boodschappen doen. De camera tilt een beetje, dat kan, omdat ik een beetje geshout heb en een beetje zenuwachtig ben hoe ze reageert, want ik heb wel weer de slaapkamer verbouwd. Dus nog even afwachten, maar komt helemaal goed. Ik ga boodschappen doen. Nou, in principe is het allemaal gelukt. Ik ga nu even snel de hond aanlaten, want Renée die komt zo thuis. Nou is in ieder geval, zijn in ieder geval de hondjes gedaan. Dan moet ik alleen wel zorgen dat ik ze niet... Hey, ja, volgens mij, ik zie ze aankomen daar op de fiets. Hoi. Kijk eens wie we daar hebben. Nee, ik moet even snel de hondjes doen. Kat. Is het? Blij. Hoe was je laatste dag? Goed. Rustig. Rustig? Dat is wel lekker. Oh, ik sta hier inmiddels een beetje in de knoop te wezen. De laatste administratiedingetjes gedaan, hè? Dat ik het goed achterlaat. Ja. Hopelijk. Ja. Oké, nou. Zet je fiets maar even weg. Ja. En dan mag maar even daar. Komen wij daar zo meteen naartoe. Okay. Maar ja, ik weet niet of ze nou nog willen plassen. Tot zo! Nou ja, zoals je ziet, die weet van niks. Ik ga hier even uit de knoop. En dan zo meteen eventjes kijken. Tot zo. Oké, Kippie. Nee, ik ben Kippie aan het maken, schatje. Laten we even onze jassen uitdoen. Oké. Heb je er al een beetje over nagedacht? Nee, ik heb geen idee. Oké. Nou ja, misschien vind je het heel bijzonder en misschien niet. Pak even bij. Even mijn jasje ophangen. Ja, maar het is wel spannend. Ja. Zullen jouw jasje even ophangen? Annie, ga jij mijn jasje? Nee, dat is de... Ja. Oh, mooi buikje. Mooi buikje. Dat was ooit een jurk. Cornflakes? Ah, je hebt alle eitjes zo meegenomen. Hè? Ben je... Oh, die hebben we weggegooid. Ja. Haha, daar was ik bij. Ik had nog wat kaas en een knuffie. Kaas en knuffie. Knuffie. Ja. Nou, leg die maar eventjes binnen. Zo, de hondjes ook. Even kijken, je moet nou, we gaan eerst even lekker eten. En dan is het denk ik leuk als je eventjes je haartjes doet en zo eigenlijk. Even je haartjes doen. Oké. En moet ik mijn haartjes doen? Nee, we gaan eerst even eten. Oh. Maar en dan even je haartjes doen en een make-upie. Okay. En even leuke kleertjes aantrekken of zo. Nee. Gek. Okay. Nee, maar misschien... wat is het? Nou ja, we zitten nu in de laatste 4 weekjes. En het ziet er natuurlijk heel mooi uit allemaal. Ja. Dus wat is nou eigenlijk... is er nog iets wat je mist? Hoe is het? Zeg even antwoord voor jou. Ik probeer het niet voor te zeggen. Bij mezelf. Nee. Wat ik mis. Nee, in huis. Nee, ook niet echt eigenlijk. Wat ik mis. Nou, ik ga misschien, ja. Misschien moet je maar eventjes in de slaapkamer gaan kijken. Misschien als je denkt van nou, als ik nu ga bevallen, dan heb ik nog iets niet gedaan. En dat mis ik dan toch wel heel erg, want dat zou ik er wel heel graag willen, want je hebt het er best vaak over gehad. Echt? Ja, maar ik heb een beetje Alzheimer. Nou, gaan we naar binnen dan. Huh? Wat de hel? Wat is dit? Ik ga met jou een zwangerschapsshoot doen. Ik ga een zwangerschapsshoot met me doen? Oh. Ga jij de pil doen? Ja. Oh. Leuk. Nee, die had ik niet bedacht. Wat leuk. Hoe heb je dat bed zo laag gekregen? Nou, die andere twee die staan erachter. Oh ja, natuurlijk. Het bed is gewoon laag eigenlijk. Hij is wat lager inderdaad. En hij is zo groot dat hij bijna niet gedraaid krijgt, maar ik, met wat overredingskracht heb ik hem toch kunnen draaien. En ik heb een kleine setting neergezet, maar als jij nog andere ideeën hebt, dan gaan we daar straks gewoon aan werken. En dan gaan we gewoon een paar hele mooie foto's maken. Leuk poepie. Ja, vind je het leuk? Ja. Ik denk... Waarom staat het bed laag? Het bed mag helemaal niet laag voor de baby. Althans voor de verloskundige niet. En de kraam. En denk, wat heeft die meloot nou weer gedaan met de kamer? Spannend. Nou. Dat moet me wel heel mooi gaan maken inderdaad. Nou, daar heb je niet veel voor nodig hoor. Nou, laten we eerst maar lekker kippie gaan eten. Ja. Hey baby. Hey baby. Ja, alles weer terug bij het oude. Ja. Wat hebben we ervan gebakken? Ik weet het niet. Het zit vast vast wel iets leuks tussen. Een beetje wel, maar het was niet wat ik had gehoopt. Eigenlijk. Het is ook veel moeilijker dan je denkt. Daar ben ik achter inderdaad. Maar op zich, het idee was leuk. Zeker. Of jij gaat iets hoger of ik iets lager liggen. Of ik doe het gewoon zo. Nee, ja. Het idee was heel erg leuk. En ik geloof wel dat er 1 of 2 leuke foto's tussen zitten. Nou, iets meer ook wel. Alleen in je hoofd komt het er allemaal anders uit. Maar ja, het is gewoon te makkelijk om het te cheesy te maken. Ja, het wordt heel snel heel cheesy en heel slecht. Echt door belichting en zo en door bepaalde posities. Maar ik denk wel dat we in ieder geval goed genoeg met de camera overweg kunnen om te zien dat het slecht is, wanneer het slecht is. Ja, maar dat is ook een dingetje. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Dus we zien in ieder geval wanneer, wanneer het zeg maar niet goed genoeg is. Of nee, wanneer het gewoon slecht is, zeg maar. Ja. Nou, dus dat. Het was in ieder geval, leuk om te doen. Ja. En koud. En koud, ja, die verwarming te laat aangezet. Lekker met sloffies op de bank hangen. Sloffies bank hangen en filmpje aan. Ja. Of serietje. Ja. Ook gisteren, wat hebben we gisteren naar gekeken? Ja, oh, ja. Sekstherapie. Sekstherapy op Netflix. Ja. Best lachen. Ja. Dus, is wel grappig inderdaad. Brits. Toch? Daar praten we allemaal, ja. In ieder geval voor ons het kijken waard. Vond het leuk. Het is weer wat nieuws. Het was lang het duurt. Ik ben vrij snel uitgekeken op die series altijd. Dus, ik hoop dat je een leuke vlog vond. Duimpje omhoog! Vond je dit nou een leuke vlog? Duimpje omhoog. Even abonneren en graag tot de volgende vlog. Op belletje drukken. Tot de volgende vlog. Ciao. 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 Ciao, 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 ciao. See you.